Ik heb ook begrepen dat er een vrij omvangrijke migratie uit Amsterdam naar randgemeenten is. In Amsterdam heb je bijvoorbeeld ook geen vrije schoolkeuze. Allemaal heel leuk dat Amsterdam. Hè? En je weet, Amsterdam is een beetje de meest arrogante personen van Nederland. Die allemaal denken dat ze het buskruit hebben uitgevonden. Wat volkomen onjuist is, is door Chinezen uitgevonden. Heel lang geleden. Het Van Rossum, kunt u mij horen? Goed, we zijn gebleven bij het verschil tussen de T-fort en de A-fort. Ja, de A-fort ziet er een stuk moderner uit. Kijk, ondershuids, ik bedoel onder het blik, zijn Amerikaanse auto's eigenlijk, laten we zeggen, vrij primitief. Het hele idee van zelfdragende carrosserie is in Amerika laat gekomen. Ze hebben eindeloos veel auto's op zo'n ladderframe gebouwd. Een beetje vrachtauto-achtige technologie. Waar de Amerikanen goed in waren, waren stukken automatische versnellingsbakken. Dat is in Europa relatief heel laat gekomen. Vooral omdat je heel veel open Europeanen had die vonden, schakelen is sportief. Wat een sportief rijdt wel. Volstrekte flauwekul is. Er zijn apparaten die 100 keer beter schakelen dan de schakelaars. Bovendien heb je tegenwoordig automaten die, weet ik, 9 versnellingen hebben. Ik zwijg ervan. Traploze automaten natuurlijk. Ik heb zelf een traploze automaat. Het is een fantastisch systeem. En bovendien een Nederlandse uitvinding. Dat is toch iets prachtigs. Hè? Steun ook, nou ja. Dat is zo'n Ecovariomatic die ze heel, op een heel complexe manier hebben opgevouwen. Die zit tegenwoordig heel mooi verpakt in een betrekkelijk kleine ruimte. En is dat ook de reden, even een klein zijstapje, want die vraag kwam binnen naar aanleiding van het boerderijprogramma. Waarom heb je de Lexus overgekocht? Wat waren je beweegredenen? Eenvoudig onderzoek. Namelijk A, ik wou een hele stille auto hebben. Dus ik heb lijstjes bekeken van stille auto's. Daarvan kun je generaliserend stellen hoe stiller de auto, hoe duurder die is. Daar komt het in vrij grote trek op neer. Maar voor zover het enigszins betaalbaar stil is, een Lexus. Het is de tweedehands, mag ik het nog even aanpunten. Een nieuw vind ik prijs vrij ridicuul naar mijn gevoel. Dat was punt 1. Een Lexus heeft, trouwens heel Toyota moet erbij gezegd worden, een immense reputatie op het punt van soliditeit. Zodat je betrekkelijk weinig klachten aan die auto's hebt. En bovendien, het hele idee van de Lexus is eigenlijk een wat oudere man die alle ambitie heeft opgegeven om de auto voor me eens even lekker te gaan passeren. Even lekker te snijden, ook te schakelen, rang, 5000 toeren. Hè. Die gewoon enorm blij is dat hij rustig voortkachelt in betrekkelijke stilte. Er is ook iemand die je zo tegengekomen, die heeft dat ergens op social media gezet. Van, ik kwam Van Rossum tegen met 70 kilometer per uur op de snelweg en probeerde die in te voegen. Levensgevaarlijk. Ja, dat lijkt me een fantastisch verhaal, maar goed. Nee, ik ga niet vol op het gas. Bovendien heb je altijd in Nederland een invoegstrook. Dus dit zal ook wel zo'n hardrijder zijn. Ik kwam gisteren terug uit Sleewijk om 11 uur. En dan rij je daar op de A27. Ik zet hem gewoon op de cruise control op 100. Prima, hartstikke heerlijk rustig. En dan word je voorbij geknold, jongen. Dan denk je, al die lui die denken, die Seat van mij, dat is, hè. Dat je echt van ze denkt, dan gaat er een door de geluidsbarrière. Wat ze altijd vergeten is dat je bij die snelheden een ongeluk krijgt. Dat je goed te klos bent, kan ik je verzekeren. Wat voor auto je ook hebt. Je hebt de belangrijkste. Dus dat aantal factoren heb ik nu denk ik wel opgenoemd. Ja, het belangrijkste heb je niet genoemd. Dat is? Nou, dat het achterin lekker moet zitten. Ja, of wat? Nee, dat heb ik er niet. Nee, dat heb ik ook onderzocht natuurlijk. Je kunt enorm fijn achterin zitten in die Lexus. Je kunt bovendien, als je achterin zit, zit daar op de stoel voor je neus, zitten ook allemaal knopjes, die kun jij bedienen. Dus daar hoeft de chauffeur zich niet mee te bemoeien. En als je de achterleuning uitklapt, zit daar een heel dashboard op. Daar kun je de radio mee doen en de verwarming. En nou ja, kun je het zo gek niet verzinnen. Je neus peuteren, alles kan verzorgd worden door al die fantastische Japanse piebelige dingetjes. Hè? Dus ja, dat in allerlei opzichten was het voor mij een betrekkelijk aantrekkelijke auto. Ik denk dat iedereen die afscheid neemt van die... Ik vind een heel verkeerde mentaliteit dat het
dat je sportief moet rijden op de openbare weg. Ik begrijp best dat mensen sportief willen rijden. De auto is natuurlijk een, de auto is een heel fijn ding om in te zitten en om gas te geven. En het geeft een gevoel van vrijheid en onbekommerdheid in allerlei opzichten. En dat begrijp ik allemaal wel. Als je ooit eens een ding hebt gereden, en dan wil je er ook in hebben. Dan komt er toch een grote trek op neer. Ik was dolgelukkig met mijn eerste auto. Maar ik vind het de hele cultus van sportief rijden, hè, een beetje lekker scherp rijden, dat op de openbare weg, dat is in Nederland niet aan de orde, omdat we een enorm druk verkeer hebben. Dus al dat sportieve rijden brengt extra risico's met zich mee waar we niet op zitten te wachten. En dat mensen stilte niet belangrijk vinden in een auto. Je zult toch in een Porsche Carrera naar de Riviera moeten. Als je uitstapt, niet waar, in Nice, dan stort je waarschijnlijk onmiddellijk de aarde met beschadigde trommelvliezen. Totaal verzenuwd van de rigel. Heel hard rijden is zeer inspannend. Althans, als je niet knetterrek bent en slordig heel hard rijdt. Maar heel hard rijden is zeer inspannend. Dat moet je dus ook niet doen. Ik rij heel relaxed. Ik moet overigens zeggen dat die, wat heb je tegenwoordig? Adaptive Cruise Control. Dat betekent dat de auto zelf bepaalt wat de afstand is tot je voorligger. Daar word je in Nederland doodzenuwachtig van. Omdat het zo druk is, word je regelmatig gepasseerd. En dan gaan ze vlak voor je rijden, dan houdt hij gewoon in. Dus dat is even al een puntje. Want eerst denk je, Adaptive Cruise Control, fantastisch. Wat is het toch mogelijk? Waarom heeft hij ook zo'n lampje radar, noemt hij het zelf. Het zal wel radar zijn. Maar ik ben er niet, dat zou anders georganiseerd moeten worden. Maar ver afgezien daarvan, wat ik helemaal niet begrijp van veel Europese autokopers is, wie ooit een staatje heeft bekeken van autobetrouwbaarheid, zal daaruit opgemaakt hebben dat Toyota's gewoon verrassend betrouwbaar zijn. Hoe ze dat precies doen, ik denk dat er bij het ontwerp rekening wordt gehouden met betrouwbaarheid, wat natuurlijk ook een kunst is. En ik denk dat de assemblagetechniek, want daar hebben we het eigenlijk in die T-Fort nu ook over gehad. Dat is iets wat natuurlijk altijd, met name ook in de autotijdschriften zijn, als ze ergens niet in geïnteresseerd zijn, is het een assemblagetechniek. Maar die assemblagetechniek is vaak beslissend voor de kwaliteit van de auto. Als het ding maar een beetje slordig in elkaar gejast wordt, ik wil nou verder geen speciale landen en merken noemen, maar dan... Ja, dan is die auto een stuk minder betrouwbaar. Ja. Hoe zat het met de gewichtsverdeling door de motor die geplaatst werd in die A-Fort en die T-Fort? Nou, die T-Fort, daar zit de motor. Kijk, het is een vrij groot ding. De motor zit volgens mij achter de vooras, dus dat die zit op een hele prima plek. Kijk, Audi heeft altijd de motoren voor de vooras gemonteerd. Dat maakt ze wel... Ja, dat betekent dat je rechtuit stabiliteit enorm is, maar... Dat hij wat minder makkelijk de bocht ingaat. En hoe zat het met de vering? Van de T-Fort. Hij veert. Het lijkt wel een deusje vol. Het is, ja, dat is ook zoiets natuurlijk. Dat we met name door de enorme invloed van de Duitse auto-industrie zijn we helemaal bekeerd tot harde vering. Ik vind ook mijn Lexus prima auto. Maar die vering van mijn Citroën C6 die was heel wat beter. We moeten van die rare harde vering af. Dat is nergens goed voor. Nee. Behalve als je zegt, ik wil sportief rijden. Hè. Even tussendoor, een heel ander onderwerp. Die Sendung mit der Maus is nog steeds op tv, zegt Ruud Verhoeven. Oh. Dat je het even weet. Ja, maar ik keek dan met mijn kinderen naar hem. Nou, als ze, nou ja, misschien als dementerend bejaarde, dat het ook leuk is. Ja. Maar ruim 50 jaar weet de muis te boeien, zegt hij, en de meest uiteenlopende thema's aan te boorden. Ja, dat is het. Het was een heel afwisselend programma. Ik heb ook nooit begrepen waarom het niet in Nederland gekopieerd is. Nou, iemand zei dat het Klokhuis, uit voortgekomen is. Oh, dat zou programma. Kunnen. Ja. Maar ja, heb ik me nooit gerealiseerd. En trouwens, je had ook in Duitsland had je geweldige discussieprogramma's die wel een beetje op zijn Duits waren. Maar dan zouden toch misschien onze talkshows, misschien is die waar het heel moeilijk gaat... Eerst naar moeten kijken. Ik vond Hans Vruus shoppen. Heb je genoemd, ja. Geweldig programma. Zondag, hè. Rustig, kalm.
Altijd zware thema's. Niet. Geen Harry Mens? Nou, nee. Ik weet niet hoe. Ik heb nooit naar Harry Mens gekeken. Dus is dat... Nou, daar slaap jij nog, denk ik. Maar die heeft op zondag een opgenomen programma met allemaal mensen die betalen. En dan mag je aan tafel zitten. Oh, daar zou ik al helemaal geen puf in hebben. Hij kwam me behoorlijk de pot op. Ja. Maar er was ook een keer iemand volgens mij van de publieke omroep. Die hebben toen hem betaald en hebben daar echt de grootste lulkoek verkondigd. En dat na afloop ook bekendgemaakt. Maar die kwamen ook in het programma. En dat het niet waar was, maakte niks uit. Ja, ik vind dat vrij bedroevend, eerlijk gezegd, dit verhaal. Maar ja, we moeten door met... We hebben de T-Fort nu wel grotendeels behandeld, naar mijn idee. Nogmaals, naar mijn idee toch de belangrijkste auto van de 20e eeuw. Omdat de auto meer is dan alleen een auto... Dat je een auto kunt kopen voor een redelijke prijs en dat die een hele tijd functioneert, niet waar? Dat hebben we ook te danken aan het productiesysteem. Want dat productiesysteem, zoals je ziet, maakt ook ons allemaal rijker. Misschien sommigen wel een stuk rijker dan anderen, maar toch. We zijn er allemaal rijker van geworden, waardoor we ook die auto's kunnen kopen. Ja. Speelde de overheid daar nog een bepaalde stimulerende rol in? De overheid heeft hier een absoluut essentiële taak. Daar hebben we het natuurlijk helemaal niet over gehad. Je hebt namelijk geen zak aan een auto als de infrastructuur zo is als die in 1890 was. Maar vandaar dat die enorme bewegelijkheid van die wielophanging van die T-Fort, dat was deels natuurlijk in verband met de enorm slechte kwaliteit van de wegen. En nu al heel snel wordt duidelijk, de eerste grote opstoppingen, fileverkeer, die deden zich in Amerika al in de jaren 20 voor in Californië. Waar de autodichtheid frappant hoog was, als je, ik weet niet precies hoe het was, maar toch in orde van 1 op 9 een auto per 9 personen. Want toen, als je naar Frankrijk of Duitsland of Nederland keek, was het misschien 1 op 40, 1 op 50. De auto maakt namelijk een enorme nieuwe infrastructuur noodzakelijk. En nou, weet je, in de Verenigde Staten heb je dat in een Federal Highway Program. Wat in de jaren 50 is uitgevoerd, een van de grootste overheidsbouwprogramma's die ooit zijn ondernomen. Ja, je weet hoe in Nederland bedekt is met een vierbaans wegennet. En dat wij nog steeds strijden tegen bepaalde knelpunten. Want je weet, als je één knelpunt oplost, verschijnt er in no time ergens anders een knelpunt. En dat niet alleen, maar natuurlijk de auto, als iedereen een auto heeft, betekent dat ook dat je andere soort van buurten moet bouwen. Dan voor de tijd dat iedereen een auto had. Waarom vinden wij ouderwetse steden zo leuk? Omdat ze niet op de auto zijn gebouwd. Dus er zijn heel weinig grote open ruimtes waar allerlei rare wegen doorheen lopen. Want die zijn voor de auto. Suburbia stad. De nevenstad zal ik maar zeggen. Die is heel ruim opgezet. Dit is typisch een buurt waar wij nu staan. Een heel geliefde buurt. Dit was gebouwd natuurlijk toen de auto geen rol speelde in de samenleving. Dus de auto heeft ook de hele infrastructuur van steden ingrijpend veranderd. Dat wij die oude Italiaanse steden, Siena, de mensen, je hoeft het maar te zeggen, de tranen springen de mensen in de ogen. Ja, dat is wel toevallig natuurlijk een stad die gebouwd is onder omstandigheden. Auto's leiden tot vrij kloterige steden. Als je wil weten hoe ellendig een stad kan zijn, dat zijn veel Amerikaanse provinciesteden. Niet waar. Want als je even denkt aan de Amerikaanse steden die aantrekkelijk zijn, je laat dat even door je geografische kennis heen spoelen, die tegenwoordig, zoals je weet, niet groot meer is, dan zul je zien dat de meest aantrekkelijke Amerikaanse steden of op een eiland liggen, of oorspronkelijk op een eiland zijn gebouwd, of op een schiereiland liggen. Ik zal drie leuke voorbeelden geven voor de mensen die mij niet geloven. Manhattan. Misschien wel het meest vitale urbane centrum van de Verenigde Staten is een eiland. Wat wij notabene voor, wat was het ook alweer, nou echt letterlijk een appel en een ei van die Indianen hebben gekocht. Maar dat had dan zo, dat was de Indiaanse naam, die zit nog heel dicht bij Manhattan. Boston is een stad die oorspronkelijk ontstaat op een eiland. Dat is nu een schiereiland, dat is vastgemaakt aan die landtong waar het boven hing. Het oude Boston, een hele aantrekkelijke stad. Als je daar rondloopt, dan denk je, god, het is net Europa. Sowieso. New England is de prettigste, meest fatsoenlijke. Nou ja. En dan natuurlijk San Francisco, wat op een schiereiland ligt.
Maar ja, een willekeurige stad in het Middenwesten, ja, je weet wat het is. Die heeft de vorm van een schimmel. Dat is een structuurloze brei. Die ook die geen karaktervol centrum heeft. Je hebt geen centrum dan. Die stad die groeit maar zo'n beetje. Heeft New York ook niet echt. Ik was nu in, hoe heet het, in Lelystad. Oh. En dat is een stad die het heel moeilijk heeft gehad, maar die heeft een infrastructuur. En dan rij je dan en denk je bij jezelf. Volgens mij zijn we in Berlijn. Hè? Eigenlijk heeft Lelystad de infrastructuur van Berlijn. Maar heeft het, maar de stad, maar niet het centrum van Berlijn. Dat is de hele eigenaardige zaak. Zoals je weet is Berlijn een hele uitgestrekte stad. Met heel veel groene meren. Almere heeft hetzelfde. Met Almere buiten en Almere muziekwijk. Ja. En noem maar op. Ja, Almere is denk ik iets succesvoller uit de pan gekomen dan Lelystad. Maar laat de luisteraars wachten tot ons programma over Lelystad wordt uitgezonden. Dan zullen we uitleggen dat Lelystad ook geen geluk heeft gehad in allerlei opzichten. Maar niet sfeervol is het daar? Nee, ik zou het centrum van Lelystad zou ik niet beschrijven als sfeervol. Nee. Maar het wordt wel. Ik denk wel dat je daar, als je een beetje iets verder weg wil wonen van een randstad, dat je daar nog een heel aardig huis zou kunnen kopen. Prijzen zijn daar veel lager. Ja, ze moeten daar gewoon wat meer particuliere bouw toelaten. En degene die dan ook gekocht hebben, die zegt dan ook om zichzelf wat moed in te spreken, het is het Nieuwe Amsterdam. Oh, het is het Nieuwe Amsterdam, oké. Ja, nou ja, laten we eerlijk zijn over Amsterdam. En voor normale mensen is dat niet meer bereikbaar. A, je kunt er niet parkeren, 0,0. B, niet waar, de huizen daar in Amsterdam zijn onbetaalbaar geworden. Hoogstens op die schil om de stad heen, maar... Nee, Amsterdam is natuurlijk druk bezig om zichzelf uit de markt te prijzen. Ik heb ook begrepen dat er een vrij omvangrijke migratie uit Amsterdam naar randgemeenten is. In Amsterdam heb je bijvoorbeeld ook geen vrije schoolkeuze. Allemaal heel leuk dat Amsterdam. Hè? En je weet, Amsterdam is een beetje de meest arrogante personen van Nederland. Die allemaal denken dat ze het buskruit hebben uitgevonden. Wat volkomen onjuist is, het door Chinezen uitgevonden. Heel lang geleden. Nee, maar ik kan niemand aanbevelen om in Amsterdam te gaan. Ja, of je moet, als je multimiljonair bent, hartstikke leuk. Kun je daar in de Gouden Bocht een huis kopen. En merendeels ook import uit Amsterdam. Hè? Het zijn helemaal geen echte Amsterdammers. En... Dat is in Amsterdam altijd zo geweest. Als de stad echt succesvol is, wordt die grotendeels beheerst door import. Er zijn hele leuke onderzoekingen over met name het centrum van New York. Denk aan Manhattan weer. En echt de verandering van de bevolkingssamenstelling over een decennium. Nou, daar val je al van je stoel af. Dat is verbazingwekkend werk, hoe snel dat gaat. In 1650, we gaan weer keren terug naar Amsterdam, dat is de 17e eeuw. Mag ik nog even zeggen tegen iedereen, de Gouden Eeuw. Het is de Gouden Eeuw. De prestaties van de Nederlandse Republiek waren uniek. Hou op met dat politiek correcte gezwets dat het niet meer de Gouden Eeuw mag heten. Het was de Gouden Eeuw voor de Nederlandse Republiek. Oké, dit gezegd zijnde. Ja, je wordt er wel een beetje moe van. Hè? Ik heb een stukje geschreven in mijn eigen blad over de cancel culture. Als je daar even in verdiept, dan denk je echt van de waanzin is aan de macht geraakt. Lees het stuk, zou ik zeggen. Hoe was ik hierop gekomen? Amsterdam in de 17e eeuw. Ja, 75% van de Amsterdamse bevolking was niet in Amsterdam geboren. Was dus import. En daarvoor was weer een groot deel helemaal niet in een republiek geboren. Scandinaviërs, Duitsers. Ook heel veel van die Duitsers, straatarme lui. Die man bijvoorbeeld die onze die weer op zolder heeft gebouwd. Dat was een Duitser die op zijn 21ste als bakkersknecht naar Amsterdam is gekomen. En binnen 20 jaar niet schat hemelrijk was, maar die toch behoorlijk rijk was geworden. En die kerk heeft laten bouwen. Dat is op zichzelf hoogst interessant natuurlijk. Ja, je kon in Amsterdam rijk worden. Waarom trok die stad nog steeds? Waarom trekt Nederland überhaupt immigranten? Omdat we een heel welvarend land zijn waar je in principe een beter leven kunt leiden als op de plekken waar die mensen vandaan komen. Als je wil dat Nederland geen immigranten meer krijgt, daar heb ik een prima oplossing voor. Dan moet je de populisten aan de macht brengen, moet je zorgen dat de economie een grote ruïne en een puinhoop wordt, moet je uit de EU treden
Ik denk, ja, dan hebben ze geen zin meer. Dat begrijp je wel. Gaan ze ergens anders zijn. Jouw dochter woont ook in Amsterdam, toch? Wat? Jouw dochter zit ook in Amsterdam. Ja, die woont ook in Amsterdam. Maar die heeft daar een appartement gekocht in een tijd dat het nog net tot de normale mogelijkheden behoorde. En die heeft het daar goed naar de zin? Nou, dat hebben ze wel graag verhuizen, maar het zal ook wel een keertje gebeuren, neem ik aan. Ja. Waar waren we gebleven met de auto's? De T-Ford, A-Ford? De T-Ford is klaar, dus ik denk dat het nut. De A-Ford rijdt de fabriek uit. Groot succes, ook binnen 1 of 2 jaar. Al een miljoen exemplaren geproduceerd of zo. Maar Ford is al lang zijn monopoliepositie kwijt op de Amerikaanse markt. Er zijn allerlei concurrerende autofabrikanten die het minstens even goed of beter doen. Vooral omdat ze in allerlei opzichten modernere ideeën hebben over autoontwerp. Al is het zo dat de Amerikaanse auto's altijd relatief primitief in elkaar bleven zitten. Afgezien van sommige dingen die wij in Europa hebben, dat noemde ik al, automatische versnellingsbakken. Ja, al denk ik dat tegenwoordig ook zelfs in een land als Nederland meer auto's met een automaat worden verkocht dan auto's die je nog moet schakelen. Is dit een automaat? Zeker is dit een automaat, ja. Ah, goed zo. Ja. Hey, waarom je verzet tegen een automaat? Dat is ik weet het, als je dus op vakantie bent en je hebt dan nog zo'n huurautootje en dat is dan, daar zit, dan moet je nog, dat schakelen, weet ik niet, ja. Dat weet ik niet hoe het moet. Nee, dat slaat hij steeds af. Ja. Ja, nou ja, als hij steeds afslaat, dan is een koppeling en gras, dat is niet, of jouw coördinatie is niet zo dat best. Zou ik misschien ook wel aan liggen. Dat zou wel iets zijn. Dus we moeten nu met de VW beginnen. Laten we, hoe laat is het eigenlijk? Gaan we toch een stukje VW doen. 15 uur, dus 4:05. Oké. Okay. Tot hoe laat kun je? Nou, tot 4 uur. Ik krijg mijn kleinkinderen op bezoek. Oh, dat is gezellig. Maar het is meer de hitte die in de auto behoorlijk begint op te lopen. Ja, dat is waar. Zal ik even de airco aandoen? Ja, doe dat maar. Zodat onze ecologische voetstap aanzienlijk groter wordt. Moet ik alleen even denken dat ik deze camera... Ja, daar hoorde ik jou ook zeggen dat, jou, dat jij 's nachts de verwarming aan laat staan. Dat wist ik helemaal niet. Dat vond ik, wel... ik volg het niet hoor. Dat is typisch een ouderdomsverschijnsel. Ik denk dus dat ik hem wel op de motor moet zetten om de airco te laten draaien. Anders hebben we alleen maar wind. Nou, dat begint nu al echt. Oh, dit gaat ook altijd aan. Zo. Even kijken. Volgens mij moet ik de motor aan. We gaan hem even een beetje koelen en dan zet je hem gewoon weer uit. Ja. Dat is goed. Zet ik even dit ervan. Het vergeten mensen ook wel eens dat vroeger auto's helemaal geen airco hadden. Met als gevolg dat op een warme dag, kijk, een auto is een blikken doos. Met vrij veel ramen. Dus je krijgt het tenslotte zo verrekte warm. En dan kon je niet de airco aanzetten. Daar waren de Amerikanen wel veel eerder bij dan wij. Ze begrepen veel eerder dat een auto gewoon een transportmiddel is wat je zo comfortabel mogelijk moet inrichten. Ook zoiets als cruise control, automatische versnellingsbakken, al die, zeg maar, die rimram aan de randen, dat hadden ze altijd veel eerder dan wij in Europa goed voor elkaar. Want wij dus heel lang aan dat idee zijn blijven hangen, autorijden sportief genoegen is. Hè? Nog eigenlijk, volgens mij, vinden veel mensen autorijden sportief genoeg. Vond ik ook hoor, toen ik jong was. Maar daar ben ik dus volledig vanaf. De Volkswagen. Laat ik beginnen met te zeggen, daar heb ik eigenlijk vrij goede herinneringen aan. Ik heb tweemaal rijexamen gedaan in een Opel Record in Arnhem. En ik ben 2 maal gezakt. Toen ben ik gaan studeren in Utrecht. En toen dacht ik, ja, ik moet toch een rijbewijs hebben. Achterlijk dat je geen rijbewijs hebt. Dus toen kon je, in toen de tijd had je 10 lessen voor 100 gulden. Moet je je voorstellen. Dat is nu heel anders. Ja, dat ziet er wel heel anders uit. Dus ik heb 10 lessen voor 100 gulden genomen. Ik kon eerlijk gezegd vrij vlot rijden. Ik reed vrij regelmatig. Levensgevaarlijk in de auto van mijn moeder. Terwijl ik helemaal geen rijbewijs had. Ja, dus toen heb ik hier het examen aangevraagd. En wonderlijk genoeg. Hoewel ik zoals gewoonlijk onmiddellijk herrie kreeg met de examinator, ja. Ik weet niet, dat kleefde aan mij op een of andere manier. Volgens mij vonden ze mij een arrogant ventje of zo. En ik vond dat ze geen duidelijke aanwijzingen gaven. Dus ik had al binnen 5 minuten ruzie met die man. Dus ik dacht al meteen, dit is weer hopeloos. Ik ben alweer gezakt eigenlijk.
Heeft hij me laten slagen. Dank hem nog hartelijk. Het was een zwart Volkswagentje. Volkswagen is een hele prettige stadsauto. Want hij schakelde hartstikke licht en makkelijk. En weliswaar was het natuurlijk altijd die teringherrie van die luchtgekoelde motor achterin. Maar toch, hij reed best lekker. De grote weg was het minder omdat hij zo extreem windgevoelig was. Laat staan die Volkswagen busjes waar we nog over te spreken zullen komen. Want de Volkswagen bus is eigenlijk een Nederlandse uitvinding. Ja, dat is heel interessant, maar zo is het. Ja, de Volkswagen is, laten we dan nu aan het begin beginnen, bij uitstek een product van Adolf Hitler. Zonder Adolf Hitler was er nooit een Volkswagen geweest. Hitler was namelijk enorm geïnteresseerd in auto's. En er vast van overtuigd dat de auto was het transportmiddel van de toekomst. Niet alleen het transportmiddel van de toekomst, de hele Duitse industrie zou zich moeten richten op de autofabrikage. Heel interessant, in een van zijn allereerste redenvoeringen zegt hij dat ook. Duitsland moet een autoland worden. Wat het eigenlijk helemaal niet was. Het heeft toch heel lang geduurd dat er in Duitsland veel meer motorfietsen dan auto's waren. Tot ver in de jaren 50. Maar Hitler had op dit punt een blik op de toekomst die uiteindelijk volkomen juist zou blijken te zijn. En hij vond dat, natuurlijk ook door invloed van de T-Ford, Ford en de T-Ford, hebben enorme invloed gehad wereldwijd. Want toen kon iedereen zien dat je dat ding, een auto aan de lopende band moest maken tegen een redelijke prijs, want dan kon iedereen erin rijden. Nou, dat vond Hitler ook een heel goed idee voor de Duitsers. De Nazi's hebben ook gezorgd voor een volksradio. Die had je ook. Een hele goedkope radio. Aanvankelijk waren radio's relatief duur. En zij leverden een prima radiootje voor een hele schappelijke prijs. De Volksradio. Dus moest een Volkswagen komen. Hitler komt aan de macht januari 1933. Ik meen dat er al een maand later een grote autotentoonstelling in Berlijn. Die was daar elk jaar. En daar houdt Hitler die redenvoering dat Duitsland moet een autoland worden. En dat niet alleen. Hij raakt ook in gesprek met Ferdinand Porsche. Die daar aanwezig was. Want Ferdinand Porsche die had de opdracht om een raceauto te bouwen. Want Duitsland wilde... Het ging heel slecht met de auto-industrie. Duitsland wilde een beetje internationaal de blitz maken met raceauto's. Wat ze ook overigens gedaan hebben. Alle momenten dat de Duitsers besloten hebben om raceauto's te bouwen, hebben ze meteen altijd alles gewonnen wat je winnen kon. Ja, geeft te denken natuurlijk over andere landen. Maar Engeland ook nog wel een beetje een aardige rol heeft gespeeld. Maar ja, je had in de jaren 30 de Silberpfeiler. Prachtige raceauto's. Als je toch tijd hebt of bent op vakantie, ga naar het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. Een creatie van de Nederlandse architect Ben van Berkel. Staat daar op een heuvel. Als u dol bent op auto's, van welke aard of soort dan ook, ga naar het museum. Er staat ook een replica van die allereerste Benz. Met dat ontzettend leuke, typisch Duits, solide motortje erbij. Als je dat motortje ziet, denk je meteen, ja, dat is met liefde in elkaar gezet. Dat is wat je vaak bij Japanners en Duitsers ziet, dat ze een zekere liefde hebben voor engineering. Dat het er ook, moet er ook lekker uitzien, het moet solide zijn. De Amerikanen zijn in zaak geïnteresseerd in serieuze engineering. Het moet werken, het moet niet te duur zijn, het moet simpel zijn, enzovoort. Je hebt dat beroemde verhaal dat ook als je een golf helemaal uit elkaar haalt, ook op plekken waar je dat helemaal niet kunt zien, zit het serieus en solide in elkaar. Goed, Hitler haakt er een gesprek met Ferdinand Porsche, die daar is voor een raceauto. Ferdinand Porsche had een bijzonder eigenaardige raceauto gebouwd voor Auto Union. Dit is ook een auto van de Auto Union. En de Auto-Union was eigenlijk niks dan een samenwerkingsverband van failliete Duitse fabrikanten. Die hadden ook het idee van, we moeten een beetje reclame maken, dat kunnen we doen door een raceauto te bouwen. We moeten de mensen maar even opzoeken op de Wikipedia natuurlijk, die Auto-Union. Want het wonder van die Auto-Union was, anders dan van de Mercedes van die tijd, dat de motor achterin zat. Dus de coureur zat voor de motor.
Maar het maakt een hele onevenwichtige indruk als je het ziet. En ik heb begrepen dat ze ook heel, heel lastig te besturen waren. Zeker bij hoge snelheden. Maar het ziet er enorm spectaculair uit. En Hitler raakt in gesprek met Ferdinand Porsche en snijdt dat idee aan. Luister eens even. Ferdinand Porsche had een ontwerpbureau. Ja, ontwerpfirma. Voor alle mogelijke rommel. Je kunt nog als je zegt, ik wil een zus en zo ontwerpen. Ja, Porsche heeft nog steeds volgens mij een ontwerpbureau wat dingen voor je kan maken als dat nodig is. Ontwerpen als dat nodig is. Ik wil eigenlijk een soort volksauto. Dat is mijn ambitie. Oké, zegt Porsche. Hij krijgt ook die opdracht om een ontwerp te vervaardigen. En dat doet hij binnen een jaar. Binnen een jaar produceert hij eigenlijk een soort memo waarin staat van, nou, dit is waar die auto in principe aan zou moeten voldoen. Bijvoorbeeld dat hij gemiddeld 100 kilometer op de grote weg zou moeten kunnen rijden. Dat hij niet al te duur is natuurlijk. Dat was voor Hitler een hele wezenlijke zaak. De Volkswagen mocht niet meer kosten dan 1000 Rijksmarken. Porsche heeft van het allereerste moment geweten dat je voor 1000 Rijksmarken van je leven niet zou kunnen bouwen wat Hitler voor ogen had. Hoe kwam hij daar aan die 1000 mark? Dat heeft hij. Nou ja, 1000 mark, dat begrijp je. Dat is een beetje zo'n bedrag wat je uit de lucht grijpt. Maar de Jozef Gans schijnt dat in zijn artikelen wel eens genoemd te hebben. Van je kunt dat voor dat bedrag zou je dat kunnen bouwen. Ja, ik denk eigenlijk dat elke ontwerper in die richting heeft gedacht. Maar het bleek niet te kunnen overigens. Er is nooit een Volkswagen voor 1000 Rijksmarken gebouwd. En hij levert ook een compleet ontwerp af. En als je die tekeningen ziet, dus dan zitten we ondertussen voorjaar 34. Hitler heeft ook nog mee zitten tekenen zelf, hè? Nou, tekenen, dat weet ik niet zo. Die ontwerpen zijn gemaakt door meneer Comenda. Die wist wat hij deed. Maar Hitler had vaak suggesties. Van zou je niet zus of zou je niet zo? Ja, ik zou hem weer aanzetten. Want ja, dus nog, het blijft temperatuur die loopt hier fors op. Maar ik heb op internet heb ik toch schetsen gezien. En daar stond bij, van dit, hier heeft Hitler aan zitten meetekenen in dat bekende hotel. Ik ben even de naam kwijt. Kaiser Hotel of zo. Adlon of zo, zeker. Ja. Maar hoe dan ook. Het is de Kever is een ontwerp van professionele ontwerpers. Maar Hitler had wel suggesties. Hitler zei, ik zou er niet een dieselmotortje in kunnen. Een driecilinder dieselmotortje. Want over de motor van de Kever is langdurig gediscussieerd. Want wat heel populair was in de jaren was de tweetakt natuurlijk. De tweetakt is een veel simpeler model voor een motor dan de viertakt. Maar het nadeel van de tweetakt is dat het aards onzuinig is. Zolang natuurlijk benzine niet duur is of heel hoog belast, maakt dat eigenlijk niet zoveel uit. Ik moet je zeggen, ik had lang geleden een vriendin die had een DKW. 3 is 6, dat was ook heel leuk. Hè? Een driecilinder, twee takt. Dat ding dat liep als een trein werkelijk, echt. Want ze draaien ook heel makkelijk. Hè? Je hebt het gevoel dat ze meer turbine achter draaien, al gaan de zuigers gewoon op en neer, dan viertaktmotoren. Dus ja, de tweetaktmotor was hartstikke populair. Maar uiteindelijk hebben ze toch besloten om een viertaktmotor te monteren van 1100 cc. Waarin allerlei hele moderne metallurgie inzichten werden gebruikt. Het motortje van de Volkswagen was een waar wonder. Zoals eigenlijk, het komt nog wel, het moet nog aangepunt worden. De Volkswagen zelf van hoge kwaliteit was. Net als de T-Ford. De T-Ford was kwalitatief een topauto. De VW Kever was kwalitatief een topauto. Waarom is die zo populair geworden na de Tweede Wereldoorlog? Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Omdat die kwalitatief zo goed was. Hè? Je weet hoe dat met Franse auto's is. Je kunt een goed exemplaar treffen, heb je geluk gehad. Ja, je kunt ook een wat minder exemplaar treffen waar al heel snel de onderdelen spontaan afspringen. Dat is zeer wel mogelijk. Hè? Dus ja, de Kever was kwalitatief een topproduct. Ook als die eigenlijk al verouderd is, want hij... Het ontwerp is eigenlijk vrij snel verouderd geraakt na de Tweede Wereldoorlog. Dan wordt hij toch nog heel goed verkocht omdat het zo'n solide product was. Dat er in Mexico nog zoveel Kevers zijn gebouwd kwam omdat het de favoriete taxi was. En als ergens auto's, als een auto als taxi wordt gebruikt, dan weet je dus, die taxichauffeurs zijn niet gek. Dit is een door en door solide auto. Ja. Dus je bent in Chicago. Nou, wat is de taxi in Chicago?
de Toyota Prius. Weliswaar allemaal verwaarloosd, dat heb je met alle taxis. Bij ons de taxis altijd hele deftige en volledig tot de laatste schroef opgepoetste Mercedes Ace. Afzien van enkele uitzondering. In Amerika zijn taxis dat je echt denkt van, dit ding valt zo uit elkaar. Deze rit gaan we niet overleven. Het rammelt aan alle kanten. Het is verschrikkelijk gewoon weer. Echt verschrikkelijk. Vaak hebben ze ook geen GPS. Vinden ze te duur. Dat is op een mobieltje te klooien, ja. Ja, en dan vraagt ze, heeft u een telefoonnummer van de mensen waar u naartoe gaat? Ze, ja, waarom moet u ermee? Ja, dan kan ik die opbellen hoe ik rijden moet. Ja, dat heb ik meerdere malen meegemaakt. Hij kwam me behoorlijk de pot op. Laat een recensie achter over deze podcast in je podcast-app. Dankjewel.